Achter mij zien jullie een prachtige muurschildering van het Noorderbad. De buurt heeft het initiatief genomen om dit voor elkaar te krijgen. En het is fantastisch gelukt. Gaat u met me kijken? Hoe zijn jullie aan deze opdracht gekomen van het Noorderbad? Ja, wij zijn een tijdje terug benaderd door een aantal bewoners hier uit de buurt. En die wonen hier tegenover. Ja. En die hadden dit plan al langer. En die zijn naar Mitros gegaan en naar een wijkbureau. We hebben gezegd, nou, het lijkt ons leuk om iets van de strakke hand hier op deze muur te hebben. En zouden jullie daarover kunnen meedenken en natuurlijk bekostigen uiteindelijk. Ja. En toen zijn we met z'n allen heel veel Zoom-meetings verder, kwamen steeds meer op een idee wat deze kant op ging. En we begonnen niet meteen bij het Noorderbad. Je kijkt natuurlijk elke dag tegen dit hele mooie muurschildering aan. Hoe is dat hier zo gekomen? Ja, het is begonnen met de Academie van de Stad, een studenteninitiatief in de wijk. En die kwamen langs de deur en die stelden voor van, om een muurschildering te maken op dat grote vlak. Okay. En of we daarvoor wilden tekenen. Yeah. En ik zei, ja, daar wil ik wel voor tekenen, maar ik wil graag het ontwerp ook een keer zien. Tuurlijk. En in eerste instantie waren we helemaal niet zo enthousiast over het eerste ontwerp. Noorderbad was helemaal geen sprake van. Het was eigenlijk een groot schip wat er op de muur stond en een strand. En ik vond het eerder overkomen als een beetje een kinderlijke tekening. Okay. En een aantal buurtbewoners met mij. Dus eigenlijk zijn we er toen een beetje ingerold om mee te denken over wat er dan wel op moet komen. En eigenlijk het Noorderbad kwam altijd wel weer een beetje naar voren. Het heeft nogal wat reuring gebracht toen het weg is gegaan. Dus het was wel een onderwerp wat teweeg bracht in de wijk. Dus dat was wel een beetje spannend. Ja, we hebben hier in Utrecht natuurlijk ook Jan de Man en de verfdokter. Zijn dat de concurrenten van jullie? Ik had het laatst ook met hun erover. Ik zie iets zo, kijk, voor veel mensen van de buitenkant is het allemaal in de openbare ruimte. Dus het is allemaal hetzelfde. Ik zie het meer, we zijn met sport bezig, maar de een zit op tennis en de ander op voetbal. Okay. Wij werken bijvoorbeeld met puur alleen kwasten en penselen. Ja. Jan de Man verft ook echt graffiti spuibus. Ja. Als je daarvan houdt, zit je bij hun het beste. Zit je op kwasten en wat en duurzaam materialen, coatingen en dingen, dan zit je bij ons goed. Dus het is, niks is beter dan het ander, maar het heeft wel echt zijn eigen uitstraling. Even iets over de techniek. Hoe ben je te werk gegaan? Bij ons begint het werk altijd al eerst in de studio voor de ontwerper. Want wij zijn een zoektocht gestart in het Utrechtse archief. Want op een gegeven moment wisten we, het Noorderbad brengt zoveel los. Daar moeten we wat mee doen. Ja. Dan gaan we kijken naar foto's, want we willen wel vaak iets van inspiratie gebruiken om erin te verwerken. Precies. We kwamen uit op een foto waar je hier dat jongetje ziet springen. En daar zag ik meteen die bravoure. Ik denk, hey, zo was ik vroeger ook. En dit is tof. En dat was een klein uitsnede. Dus dat is dan niet zo'n hoge resolutie. Dus hij is digitaal weer opgemaakt. We hebben een blauw tint gegeven. En we zijn sequence hebben gemaakt. Dus je ziet het jongetje erin springen. En waardoor er dus heel veel gebeurt en meer diepte komt. Je begint waarschijnlijk met het muur gewoon helemaal schoonspuiten. Reinigen, ja. Ja. We beginnen met schoonspuiten. Na het schoonspuiten laten we hem drogen en wordt de grondlaag aangebracht. Ja. Als de grondlaag goed is uitgehard, dan begint het lijmwerk. Hè. We zetten hem op. Met deze hebben we met een projector gedaan. Soms doen we het met de losse hand. Het hangt er vanaf hoe secuur we moeten zijn. En dan projecteer je het plaatje? Ja. Okay. Ja, hij is dan helemaal digitaal opgemaakt met lijnen. Ja. Dus dan brengen we een lijntekening aan en dan maken we een palet van allemaal blauwe kleuren. Ja. En dan kan elke kunstenaar zijn deel gaan uitwerken. Oké, okay, en aan het einde dan moet je er een speciale coating op doen. Ja, dat hebben we vandaag gedaan. Die is nu nog aan het drogen. En dan dat zorgt ervoor dat het 10 jaar goed blijft. En mensen denken altijd alleen maar anti-graffiti is. Dat is ook een van de onderdelen. Maar het gaat er vooral om dat de kleur echt tijd 10 jaar goed blijft. En dat die dat er gewoon echt qua weersinvloed dat die 10 jaar goed blijft. Dus, ja. En zijn jullie tevreden? Ja, super. Ja? Top. Echt fantastisch. Ik vind het heel leuk. Ik vind het ook mooi dat het poppetje zo vaag is. Dat het je oog blijft trekken eigenlijk. En er gebeurt van alles. Hier en daar best wel wat mooie details ingevoegd. Hey, top.